Astrid zit hier geen eens bij. Ja, toch? Bij het hoogste voor de vrouwen. Ja, een New Balance shirtje. Ja. Dat is oranje, zwart. Voor de hoogte van 1,69 meter voets. Maar van die strepen. En ze hebben Sietske Noorman als eerste springster op de lijst staan. Die zo meteen gaat springen voor 1,72 meter. Zij zou maar kunnen dat er ook maar twee springsters over hebben. Sietske Noorman en Nathalie Broers met de lat op 1,2 meter. Kom op, Simon! Kom op! Keurig gecontroleerd aan de leiding. 20 kamper Lucas van der Storm. Kom, Simon! Kom, Simon! Ga mee, Simon! Hij loopt op Bauer. Komt daar nog bij een pols voorspringen. Zien we staan Alex Zutphen van AAV 36. Voor zijn tweede poging op 4,80 meter. Naar de kop. En nog steeds Lucas van der Storm controleert daar aan de leiding. De haast van deze eerste serie. Ja, maar die wind is heel... Zo gemakkelijk over 1,72 meter. Sietske Noorman van de Lucas. Hij is dus voor de Simon, ga door! Kom op, Simon! Kom op, Simon, kom op! Kom op, kom op! Gaat goed! Kom op, Simon! Kom op! Kom op, Simon! Hij loopt er vroeg op kop. Ja, volgens mij heeft hij fancy. Ja. En terecht. En de tweede pot ook geen geslaagde sprong voor Alex van Zutphen. Zo dadelijk dus voor de derde keer op de aanlopen voor deze hoogte van 4,80. Heel hard hoor. En datzelfde geldt ook voor Timo de Rater van Nieuwen. Dat is een stuk in de wind. En dan zien we straks Menno Vloon en Rutger Koppelaar in elk geval op 5 meter. Nou, daar komt de lange atleet van Almere 81 naar voren, Joost Wieleman. Joost Wieleman, hij heeft het sterkste eindschot. Joost Wieleman, hij is de man die de winst in deze eerste serie 1000 meter gaat winnen. Joost Wieleman in een officieuze 2:29.44. Bij het verspringen voor de mannen hebben we inmiddels een derde springer. Ja, dankjewel. Goed gedaan. Maar Vos noteerde zijn tweede poging een afstand van 7,9 meter. Simon. Met derde achter Marius Kranendonk 7,24. En ik vind dus Gijza met de dierenbal. Dat blijft door 7,82 meter. Goed gedaan. Ja, Esma. Ik heb het initiatief genomen, jongen. Hey. Lekker gelopen.